Hoeveel dagen moet ik minimaal in de Emiraten zijn om mijn visum te houden? Eén keer per 180 dagen. Of één keer per jaar. Maar dat kan niet bij elke Free Zone en niet bij elke licentie. Of helemaal nooit. En toch een visum hebben. Maar dat kan alleen met een golden visum. Hou er rekening mee dat een gouden visum. Heel moeilijk te krijgen is als het meteen je eerste visum is. En veel makkelijker te krijgen is als het niet je eerste visum is. De procedure bij het gouden visum gaat er eigenlijk van uit dat je al een visum hebt. Gouden visum kun je dus krijgen als je investeert in onroerend goed. Maar ook als je een veelgezocht beroep uitoefent. Ondanks dat is dus mijn suggestie: neem nou eerst een gewoon visum bewandel de gewone weg. Heb je eenmaal dat gewone visum, dan kun je met veel minder bureaucratie, scheelt echt bergen papierwerk, kun je dan opschakelen als het ware van het gewone visum naar het gouden visum. Ben je nog visumloos in de Emiraten en wil je direct een gouden visum hebben? Zeker als je dat wil baseren op de speciale status, bijvoorbeeld je status als arts, dan is dat echt een uh, nou een heel stevige gevecht met heel veel papier.